Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag. Welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Ik zit nu in de auto. Het is 9 uur. Het is 9:15. Onderweg naar huis. Ik was vannacht bij Stan blijven slapen. Gisteren bij hem gegeten en zo. Was super gezellig. Maar nu ga ik weer lekker naar huis. Drukke dag zit voor de boeg. Ik moet heel veel editen. Het wordt editen. En vanmiddag ga ik een video filmen met Thomas. Ook heel erg leuk. HelloFresh komt zo. Dus daar moest ik ook sowieso voor naar huis. En in de ochtend naar Amsterdam rijden. Die is zo kut. Die staat gewoon alleen maar vast. En het is gewoon alleen maar file. Ik moet zo nodig plassen. Maar ik ben er nu over 10 minuutjes. Dus helemaal top. Zo, het is inmiddels 2:30. Zo meteen komt Thomas. Gaan we gezellig een video filmen. Lekker mukbang. En we gaan het best versus slechts thuisbezorgd sushi bestellen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, hier in Amsterdam wat dat is. Ik ben een beetje bang voor de slechtste thuisbezorgd sushi. Want het gaat natuurlijk wel om rauwe vis. En je kan echt ziek worden natuurlijk. Ja, ik ben de hele ochtend weer aan het editen. Maandag is altijd echt mijn edit day. Dus not the most fun. Oh my god, nee, mijn bloemen zijn echt helemaal dead. Het is vandaag ook wel 3 april en ze staan hier sinds 19 maart. Dus ze hebben wel heel lang gestaan. Deze bloemen zijn ook al helemaal dead. Maar deze zijn van een week geleden. Maar ja, dit gaan we maar even weggooien. Oké, guys, ik heb even klaargemaakt. Ik heb snel mijn haar gekruld. Make-upje gedaan. Ik heb make-up gemorst op mijn tits. Haha. En ik heb net even een Look Fantastic samenwerking opgenomen. Ik hou het zo erg. En het is zo lekker zonnetje. Ik word er helemaal blij en gelukkig van. Zometeen komt Thomas dus een gezellige video filmen. Ik ben op hem aan het wachten. Nee, ik ben eigenlijk nog aan het klaarmaken en aan het editen en zo. Dus alles is genoeg te doen. Maar ja, ik ga even snel dit een beetje opruimen en dan komt hij er zo aan. Nou, ik ben met mijn lieve poes. Hi. Hey schat. Alweer, oh my god. It's alweer. The first day of the week I'm already in the park. Ja, en morgen weer. Zo leuk. Maar we hebben net een mukbang gefilmd. Dus echt zoveel gefilmd. Een ravage. We hebben echt niet normaal veel op. We hadden best voor zijn slecht thuis bezorgd. En Thomas kwam met het leuke idee dat we straks Cecile gaan laten proeven wat het best en wat het slechtste is. Dat zij moet raden. En dit was dus het slechtst. En dit was het best. Kijk even die difference. Ja. Wacht. Ja. Kijk even. Besef. Het is echt. Het is ook gewoon echt zo. En ja, dit. Het ziet er niet eens heel verkeerd uit. Maar de smaken. Dat was gewoon net niet. Het was het gewoon net niet. En die gyoza's. Ja, dit is denk ik gewoon een andere smaak of zo. Maar. En die boontjes. Dit zijn de slechte. Dit zijn de beste. Je ziet ook die gewoon. Die waren helemaal zacht. Ja, veel te lang doorgekookt. En de bezorging was ook veel sneller van de beste. Ja. En we hadden niet eens. Het is een maandag en het was 4 uur. Dus het is echt niet piektijd dat het druk moet zijn of zo. Want dan kan ik het nog zo begrijpen. Maar ja, dus als Cecile zo meteen komt. Cecile, waar ben je? Dan. Hurry up, bitch. Gaan we even testen. Even testen. Ja. Video. Nee, dit komt in een vlog. Leuk. Oh, daar komt ze denk ik. Kijk, dit wordt moment we of truth. De beste en slechtste sushi van Amsterdam. Ja. Oh mijn god. Gehaald. Cecile gaat vandaag kijken welke het beste en het slechtste is. Ik word echt meteen in de. Ja. Gast, wij zitten al een uur op jou te wachten, hè? Ja, hallo, had je me niet even kunnen vertellen? Ja, ik blijf ver van jullie studio. Do, wil je mee proeven? Do, jij mag ook, hè? Nee. Ik heb dit allemaal over. Ik heb extra besteld zodat jij ook kan eten. Maar je mag off camera eten. Ach, ja. Maar wacht, Oké. Ik zie wel, dit disturbt mij al. Nee. Nee, niks zeggen, ja. Niks zeggen. Hallo, ja, gewoon dat het een beetje zo plastic. Oh. Zo doorgekookt, weet je wel? Ja, ja. Ja, even niet. Oh, wacht, 1 seconde. Nee, ik bel jou over 1 minuut terug. 1 minuutje. Ik doe zonder soja, dan is mijn palet beter. Is mijn palet beter? Oké. Mm-hmm. Het lijkt wel op elkaar. Ja, hè? Maar we hebben ook een beetje dezelfde dingen besteld om te checken van. Kijk, maar kijk even het verschil tussen dit en die. Oh, er zijn wel andere. Ja. Maar wacht. Het zit ook een beetje door elkaar ingemixt. Ja, maar hallo, dan weet ik toch nu wat is. Maar wij weten. Ja, wij weten het wel. Oké, dit was wel lekker. Ja. En nu ga ik deze proeven. Ja. Iets minder.
Maar je moet even met sojasaus, kom op. Sushi zonder sojasaus is echt niet lekker. Nee, dat is waar. Maar deze disturbt mij heel erg. Dit wil ik bijna niet eens eten. Hier. Het ruikt wel weer lekker. Dat is gewoon kip hoor. Oh. Volgens mij. Even proeven. Ik ga nu ook gewoon eten terwijl ik zeg dat deze mij het meest. Ja. Wel lekker. Maar, I don't know. Oké, welke was het beste? Welke was het? Oké, wacht. Deze is het best. Nee. 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 Fuck, sorry. Nee, maar kijk. Dit hoort dus eigenlijk hier. Bij het slechtst. Oh, kut zo, ja. Nou ja, dan is het dus. Maar vonden jullie wel echt verschil? Ja, ja, maar kijk, het is misschien nu helemaal koud geworden. Maar dit was echt ziek vers. En helemaal lekker warm nog. Oh, en ja, helemaal. Do, kom eten. Het is niet normaal. Hebben jullie al geen honger meer? Nee, gast. Zo. Wij hebben echt nog zo'n hele bak al op. Nou, ik heb net gesport. Het is echt over 's avonds. 11:15. En ik had honger, want ik had die sushi met Ben vanmiddag gefilmd. Je moet altijd zelf nog even wat aan. Ja, we hebben nu een vlamkoeken gemaakt van HelloFresh. En we hebben dus inderdaad zelf een beetje truffel en balsamico toegevoegd. Maar ook die truffel. Ja. Ook beter al. Ja. Ik heb net mijn hand opengehaald aan de rasp. En ging raspen en toen ging ik gewoon mijn hand openhalen. Nou, helemaal chill. Cecile gaat morgen naar Barça. 2 weken. Word ik echt lonely hier. Ik ga het zeker naar mijn zin maken, ja. Maar ik ga je wel missen. Ik heb even lekker gedoucht. En vorige week had ik dus een Lancôme event. En toen had ik dit gekregen. Een serum en een cream. Dus die ga ik nu lekker opdoen en uittesten. Ik ben heel benieuwd. Wow. Dit is echt super fancy. Eerst even de lipjes met Elizabeth Arden. Dit is echt ziek vent. Oh my god, dit voelt zo chill. Wat goed. Maar waar heb jij het allemaal over dan? En de cream. Ziet er zo fancy uit allemaal. I love. Ik hou zo erg van crèmetjes. Oh, is niks lekkerder als een gezicht insmeren met zo'n lekker crèmetje dat echt over je gezicht heen glijdt. Ah, heerlijk. Ik ga ook nog even een oogcrèmetje doen. Nou, good night. Goedemorgen allemaal, ik ben vandaag op contour. This is the fit. Ik heb vandaag van Soapy R een event. Zo, ja, wat is het? Een persdag of zo. En ik heb een traanoog. En ik word er niet goed van. Ik ben gezellig met Cici. Die gaat 2 weken weg. Ik moet 2 weken missen. Ik ben zenuwachtig. Ja. Zenuwachtig. Ze gaat naar Barça. Ik heb altijd heimwee. Ja? Nu al? Of je bedoelt nou, gewoon. Ja, meer van dat ik gewoon. Ja. Altijd. Maar heb je nooit een verre reis gemaakt? Jawel, naar Thailand. En ja, nou ja, dan heb ik. Toen was ik met mijn vader, toen had ik geen vriend. Dus ja, ik had gewoon heimwee naar mijn familie, maar nu was ik niet bij me. Maar ik had wel heimwee naar mijn huis, naar mijn thuis en zo. Dus dan vind ik het wel lekker om weer naar huis te gaan, maar ik vond het daar wel echt leuk. Ja. En in Barça is het ook gewoon fucking leuk. Maar ja, en je bent vaak in Barça geweest, hè? Ik woon er voor de naam. Nee, grapje. Echt zo in je bio, een Barça, ja. Ans. Oh, nou, ik ga even een koffietje zetten. Oké, we hebben dus een nieuwe protein bar. Nee, Oreo. Oh, ik vind de nasmaak wel mini iets minder. Een beetje wc. Nee, dat moet je uithalen. Zo? Dat is wel lekker. Maar het heeft altijd een beetje proteïne nasmaak. Nou, maar die andere vind ik dan ook. Ja. Ik ben again met mijn schat. En we gaan naar Soapy R. Oh ja, kut. Ik ben mijn mascara vergeten op te doen.
Oepsie poepsie. Maar we gaan naar Sophia Beauty Drops. Ik ben heel benieuwd. Helemaal gezellig. Ja, we kunnen wel binnen staan, maar... Hier zit ik heel stom op mijn telefoon. Oh. Tanya, hoi. Ik ben hoi. Drie kwartier heb ik gepraat. Maar dat vind ik best leuk. Zo leuk. Jij ja, mag ook op hoor. Kijk hoe leuk. We hebben gewoon een tas gekregen. En die mogen we met allemaal leuke goodies vullen. Ja, we're looking here in the back. Hey! That's gonna get it filled for us. Kijk hoe mooi. Ja, dit is die kus. Oh, wow. Van wie is die kus van jou? Nou jongens, dit is echt niet normaal. Dit zijn al onze goodie bags. Het gaat toch nergens over? Echt wel niet heel. Dit, wat is het toe? We hebben 1, 2, 6 goodie bags. Nou, kijk dit even. Kan echt niet. Oké. Nou jongens, we waren dus net op de SoPR Beauty Drop Event. Dit was niet normaal. Al de merken waar ze mee samenwerken waren daar. En we hebben gewoon van allemaal een goodie gekregen. Ik heb echt een goodie bag. Nou, daar zeg je u tegen. Ik ga dit later even unboxen. Maar ik kreeg net ook mijn pakketje binnen van Nelson. Ik had dus van Nelson pas een event. Hoi allemaal. Meg is terug. Nee, ik vind het zo leuk. Ja. Met een witte... Oh, hoe zeg je het? Oh, dress. Rok? Nee, rok. Nee, rok is skirt. Ja, jurk. Jurk. Bedankt. Ik vind het zo cute voor summer. Het is best cute hoor. Ik ga ze even aandoen. Nee, maar niet zo. Ja, maar even passen. Ik moet toch even passen. Hoe het zit. Welke maat is dit? Het zijn dus bootstok. Ja, perfect. Oh. Wat cute? Oh, nee, te klein. Te klein? Ja. Welke maat is dit dan? Ja, 38. Nee, de hele tijd 1 maat groter. Maar ja? Kut, sorry. Ja. En nu? Ja, je kunt wel exchangen, toch? Ja, ze zijn echt veel te krap. Die zou gaan geven blister, sowieso. Ja, sowieso. Kijk hoe vet wel. Oh, echt vet. Nou guys, we gaan lekker diner maken. Dus we gaan dus lekker HelloFresh doen. Nou, HelloFresh gebruik ik echt al jaren. Hè? Want mijn moeder, die koopt ook altijd HelloFresh. Dus ik ben zo blij. Nu kom ik mezelf van dat ik dit ook daar lekker kan doen. Want het is gewoon... Heb jij ooit HelloFresh op? Ja, je hebt ook een tijdje gehad, toch? Ja. Ja. Maar het is gewoon chill. Want bijvoorbeeld nu, waren we allebei... Het is nu al 7 uur, waren we allebei 7:15 thuis. En dan hoef je gewoon niet boodschappen te doen. Hoef je niet na te denken wat je eet. En je hebt gewoon alles al in huis. Ik heb dus ook een kortingscode. Da. Da. Het is Sarah85 Hello. En dan kan je gewoon €85. No way. Ja. Jij moet die gebruiken. Oh my god. En dan krijg je dus €85 over 4 boxen korting. Fuck. Wauw. Goed dus, gedaan, HelloFresh. Ja. Dus een linkje in de beschrijving kun je het ook uitproberen. Ja, want je kan het gewoon maandelijks opzeggen en stoppen. Of wekelijks bedoel ik. Dus ja, ik kan ook gewoon een keer een week proberen. En denken misschien is het fucking chill. En dan, ja, ik kan het gebruiken. Maar wij gaan nu lekker het koken. Ik ben heel benieuwd. Oh, daar is baby. Duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En het eten is bijna klaar. We zijn zo hungry. Pas op voor die... Oh, ja, dit is goed. Is klaar, toch? Ja, dit is geweldig. Oh. Oh. Dit my. Is echt. Dit is echt een taart. Ja. Oh. Oké, jongens, het ziet er echt niet normaal uit. Kijk dit. Ik ga nu deze test doen. Het is heel cheesy, want we hebben echt een hele zak kaas erin gedaan. Oh my god. Oh, nee. Zo lekker cheesy. Oké, here we go. Het is wel veel. Ja. Voor 2 personen. Ik kan makkelijk met z'n 3 van eten. Ja, sowieso. Mmm. Een soort Mexican lasagne. Oh ja. Dit is echt heel lekker. Zo cheesy. Heet? Ja. Too hot. Oh, dat was zo lekker. Ja. Oeh. Mmm, heel, heel nice. Jongens, bestel dit. Oké, jongens, we hebben echt een
mega goodie bag unboxed. Ja, dit is van het event van vanmiddag. Het is niet normaal. Ik was niet daar, maar nee. Ik ben hier voor de unboxing. Goodie bag. Is eerst deze tas van Collister met... Collister is een Italiaanse merk, ja. Hè? Ja. The Italian Essence of Beauty. Fragrance sticks. Oh, lekker! Oh. Wat nice. Oh. Wat cute. Ik dacht niet. En de lotion. Oh, dit is zo goed eigenlijk. Ja. Ja. En een 10 Revel liquid, because I already have the... Look, 10 Revel. Oh, dit! Ja. Met dit zomaar. Dan een hele... Nee, hou je bek. Oh my god! Met, zeg maar, you can... Switch! Ja. Ja. Zo, ik heb drie, volgens mij drie dinges. Ja, dus een dikke, een dunne en... Zo, je hebt deze, this is the waffle. Maar dit is de dunne, die is beter, want ik heb veel dikker, kijk. Ja? Is this beter. Is the waffle. Is this is ja, cool waffle? Mermaid, mermaid krullen. Oh. Maar ja, ook gewoon dit. Oh, maar dit is so chill, so this is like ja. Die grote. En deze ja. Kleiner. Maar deze is beter voor onze haar, hè? Ja, ja de die kleiner. Ja. Ja. Ja, echt fucking chill. Wat een weer. En dan you just plug it in. Ja. Nou, wat cool. En is pink. Ja, dat vind ik echt leuk. Kijk, hoe doe je zo? Want ik heb ook de temperatuur hier. Oh, wat chill. Ja, cool, hè? Dan van Truus. Dat is een hairdresser brand, zeg maar. Dus oh. Zij ging mijn haar voelen. Reconstructor. Daily protector. Het is heel chill. Het is een protector voor het feunen. Oh, maar het is zoals van crème. Ja. Dus je doet zo in je haar. Ja. En dan ga je feunen. Ik heb wit. Een masker. Oh, cute. Shampoo, conditioner en... Oh, dit is zo chill ja, voor reizen. Ja. En dit is een masker. Nou. Nou, wat heel chill. Heel cute. En ze ging helemaal mijn haar voelen. Ze zei, oh, je hebt dit haar. Dan moet je dit en dit gewoon. Echt? Ja. Oh, wat cool. Next. Dit is van Sopiar. Oh, is Franse voor. Ja. Voilà. Nagellakje. Oh, cute. Voor de zomer cute. Oh. En dit is. Is het van OPA? Vegan. En het is all based on plant-based ingredients. So it's not bad. Like not chemicals. Hallo, Nederlands praten. Oh, ja. Echt wauw, hè? Nou, en dit is. Zo, dit is een merk. Cool. Nog meer van Skento. Skento? Spiaggia Rosa, which means pink. Roze strand. Pink strand. Batista. The best. Wat is dit? Is een nieuwe? Ja, is een nieuwe. Fresh voor de zomer. En dat is dit night. Citrus. Dit is echt. Zo, dit ga ik nodig hebben van de zomer. Dit is top. Ja, je hebt geen AC hier toch? Nee. Zo, dit is echt. Zo, dit werkt. Ja. Oh, dat is zo lekker. Ja, they put it on. Oh. Make-up palet met alles erin. Dus bronzer, oogschaduw, blush, highlighter. Nou. Maar dit is wel nice hoor. Ja. Dit ook? Ja. Oh, you know it already. Ja. Ik hou van blush. Ja, ik vind op zich wel cute. Ja. Voor een summer look. Dan nog een oogschaduwpaletje. Oh. En een oogschaduwpotlood. Wat is dit? Van B Academy. Wat is dit? Een oogschaduwpotlood. Wat is oh ja, dan collageen. Heel veel. Oh. Zo. Daar zitten kleine zakjes in. Ah. Met poeder. Ikla. Van Ikla. Ja. Wat is dit? Oh, dit zijn die dried. Ik heb ook wimpers. Ja, die heb ik dus nu op. Maar deze zijn wel. Oh, reusable. Pinky Goat. Ja. Ik weet deze merk. Oh. Is niks, maar Sar. Laat zien. Ja, ik heb ze nu op. Dan van Authentic Beauty Concept. Een shampoo en een conditioner. Ja, veel van je haar. Ja. En dit hebben ze zeg maar gepompt. Uit een grote ding. Ja? Dus hebben ze hierin gepompt en dan op mijn... Nee, moet met water hier, helemaal invullen, toch? Ook van Eclat. Zeg je dat? Ja. Vitamine D3. Oh, ook dit is altijd goed. Dit hele chille hair texture spray. Volume. Texture spray. Ja, oh. Lekker volume. Clean Glow Tone. Niet normaal. Ja. Oh ja, nog een make-up palet. Te veel. Nou, dit is wel chill, hè? Ja. Dit is echt alle chill. Kleuren. Oh mijn god. Dit is echt... Oh, deze. Ik hou van de beige. Ja. Oh, dit ook. Dit is een hand and hair cream. Ook van Authentic Beauty. Ja, Authentic Beauty. En, wat is dit? Wat cute. Wat is dit cute? Dit is van Helena. Voor shape. Dit is een hele mini. Oh my god, dit is echt mini. Maar dit is best wel cute. This is that self-tanning. Oh my god, kijk hoe klein.
Maar dat was het allemaal weer. Bedankt. Ja, echt. Zo bizar. Bizar. Oh, en ook deze tas. Oh ja. Voor die strand. Oh, voor de strand. Ook zo voor boodschappen, want het is heel stevig. Ja. You know, weet je, voor de markt. Noordermarkt met de bloemen. Ja. Dit is echt een markt. Dit is echt een markttas. Ja. Nou, helemaal leuk. Helemaal leuk. Girls en boys. Voornamelijk girls, ho. Wij zijn even lekker rondje aan het lopen in beautiful weather. En we gingen even een tonicado halen bij de Jonah Juice. En we hebben koekjes van het koekenmannetje. The best. En we hebben nu even een Jonah Juice. En ik heb lekker, echt man. Iets fucking vies. Ja, die is echt fucking vies. Dit is gewoon pure selderij, komkommer en kale. Wat is ook weer boerenkool. Het is echt fuck hoor. Ik denk echt dat je beter... Nou, ik weet niet wat je beter kan doen. Maar ik drink het gewoon puur voor de greens. Want inderdaad, ik had het echt nodig. Maar jij bent op zich wel een lekkere, ja. Ja, de Go Away Dog is top. Ja. Die Go Away Dog is top. Nou, helemaal chill. Nou, het is alweer... Hoe laat was het? Kwart voor zes? Nee, ik denk niet wel 6 uur hoor. En Stan en ik zijn even lekker een rondje gaan lopen in het Vondelpark. Want het is echt super lekker weer. Kijk, want het zonnetje schijnt helemaal. Heerlijk, heerlijk. En we gaan nu weer de laatste HelloFresh maken. Het zijn wraps. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Het staat lekker snel op. Dus daar houden we van. Dus dat gaan we nu maken. En dan beuk ik een pre-workout erin. Een bak koffie zo. Want ik moet. Dan moet ze PR zetten. We gaan filmen. Nou jongens, wij komen net lekker van de gym. Heerlijk gesport. Ah, je hebt het in de voor. De 2-1 trouwens, best wel gestart. Rollen. Mag nog één keer? Je hebt helemaal paarse lippen. Oeh. Het kan echt niet goed voor je zijn hoor. Nee, het smaakt ook echt een beetje chemisch. Oh nee. Oh nee. Nou guys, zoals jullie wel weten, misschien heb ik vorig jaar een matras van Emma Sleep gekregen. En fucking chill. Ik krijg dus nu gewoon een gehele boxspring van hun. En ik heb dus alvast de wolkenkussens en de topper binnen. Dus die kan ik nu op mijn bed van nu alvast leggen. Dus ik ga ze even uitpakken. Het ziet er echt heerlijk uit. Want ik heb echt hele slechte kussens op het moment. Dus er zijn echt nieuwe kussens nodig. Kijk dan. Goeie kussen. Goeie kussen. Lekker zacht. Ik ben lekker met mijn girls, Florence en Margarita. Hey, allebei Italian names. Florence is... Ja. Oh, dat bedoel ik toch? Wat zei ik dan? Florence in Italiaans. Ja. Dat is niks in het Italiaan. Oh, oké. Okay, maar we hebben lekker kaas fondue. Oh, het ziet er zo lekker uit. En lekker vlees, entrecote en brood en sla. En oh my god. Ik ga voor jullie een taste testen. Oh, wat zit mijn haar? Ik had vannacht die Hypnose Curls gedaan, hè, met die Look Fantastic ding. En? Ja, dit. Niet met die bedroom, maar gewoon echt een ding. Ja. Ja, dit is een. Ja, ik hou van veel kaas. Maar het gaat er helemaal in. Ja, helemaal zo. Ja, dat weet ik. Maar jij bent Italian. I need to try it first. Ja, true. Perfect. Oh nee, she doesn't like it. She doesn't like it. Eeuw. Dit is kaas van nu. Ja, maar die smaak heb ik wel daar. Ja, dat is... Ja, wijn smaak, maar ja. Dat is de taste. Of cheese fondue. Oh, deze moet je gewoon pakken als het klaar is hoor. Wordt het te veel bakken? Ja, veel. Niet normaal. Maybe you need to get used to the taste. Ja, dat denk ik. First I also didn't like it. Hallo. Sorry, oké. Ja, maar je hebt al die sla daar. Ja, haal die sla even weg alsjeblieft. Zet gewoon hier. Ja, dat wel. Hallo. Ik pak even je telefoon. Mijn dag verloor. Put in lower. Heet? Ah, ik ga hem helemaal higher. Higher? Ja, zo.
Die kaas van nu is ook heet hoor. Ja, het is allemaal van hallo, het is weer. Het is een beetje... Goeie? Ja, dit is lekker. Ja, dit is ook heel lekker. Maar het is like Swiss cheese with wine. That's what, that's the taste. Oh, with wine. Ja. Eeuw. Dit is echt ja, feest. Dit is echt geweldig. Jij was pas bij smelt, toch? Ja, is ook echt een beetje. Bij smelt zo. Hè? Is dat smelt in de chef? But smelt, you can choose your own flavor. So this is sweet. Goedemorgen allemaal, het is vandaag Friday. En we zien er niet uit, want we hebben lekker helemaal op onze kop. Maar we gaan naar de best sandwich ever shop. 00. De best. Kop is niet zo druk hoor. Nou, ik denk het wel. Want het en is lunchtijd en de goede vrijdag. Ja. Goede vrijdag. Ja, goede vrijdag. Goede eigenlijk. Niet goede. Ja? Goede vrijdag. Goede is maar like slang. Oh ja, dan goede. En goede is like okay. Goede vrijdag. Gisteren hebben we een paar woorden aan Maggie geleerd. Wat was het nou? Neuken? Nee, dat kan echt niet. Nee, en iets anders. Wat was het? Ja. Wat? Ik heb haar vergeten. Ik ook. Nee. Verknipt. Verknipt! En nog iets. Maar ik weet het niet meer. Ja. Hé, hey, je hebt een Italiaanse vlag boven je hoofd. Ja, weet ik niet. Nou, we gaan wel. Doei. Oh, mijn batterij is lekker. Nou, de girls zijn bij 00. Fucking lekker. Ik heb het één keer op. Toen had ik de mortadella. 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 En nu heb ik de? San Daniele. San Daniele. Ja, dat is ham. Ham. Maar wat betekent dat? San Daniele. Dat is dus die merk van de prosciutto. Oh. Merk van de prosciutto. Ook mooie wijn collectie. Background. Maar we gaan hier lekker, we zijn nu aan het wachten, dus we zoeken. Cannot wait! Oh mijn god, geweldig. Dit is de prosciutto en dit is de mortadella. Wat is het? Oh mijn god, kijk hoe groot ook. Dit is echt bizar. Even kijken, die join the juice is ook 9 euro en het is echt een visbrood. En dit is like 3-dubbel. Can you see the... Wat? Ja. Die dimensions of this. Oké, nou, ik smaak het. Ja, ik smaak het. Niet normaal. De bread is zo goed. Niet zo'n van pizza focaccia, bro. Ja. Is het Italiaans? Ja. Wel duur, maar wel groot. Ja. En het zit veel. Ja. Ga dit halen. Oh. Oh ja. Ruim daar? Ja. Wacht ja. Nou guys, ik ben net even de stad in geweest met Maggie en ik heb even wat leuke dingetjes gekocht. Dit is echt tering kapot. Als eerst bij de Rituals. Ik ga jullie even snel laten zien. Dan heb ik allemaal cadeaubonnen van mijn verjaardag nog. Ik heb dit handsetje gekocht voor bij de keuken. Lekker handbalsem en zeep. Van een nieuwe collectie. Dan een autoparfum. Deze ga ik zo meteen in mijn auto doen en meenemen. En een shimmer body oil voor in de zomer. Maggie zei dat hij echt super lekker ruikt. En super mooie shimmer. Dus... helemaal leuk. En bij de H&M Home. Natuurlijk ook dingetjes gehaald. Of course. Eerst twee kussens lopen. Want ik heb twee grotere kussens. Dus van Emma Sleep. Maar die wil ik als achterkussen. En dan daarvoor normale kussens. Dus ga ik zo meteen erop doen. Er waren maar 5 euro per stuk. En dan heel cute. Een soort glazen cover voor over een kaars. En ik heb natuurlijk een hele mooie diptiek kaars voor mijn verjaardag gekregen van Maggie.
Dus dit staat er wel mooi overheen. Ik ga jullie even laten zien. Kijk, ik moet nog even die stickers eraf halen hoor. Maar dan wordt het zo. Dat is toch te cute en leuk. Ik ben even lekker aan het lunchen met mijn schat. Ik ben de schat. Ja, jij hebt lekker burrata salade. Ja, oh, ik vind het wel karige burrata. Sorry. Nee, dat vind ik echt. Oh. Ik had echt een hele... Ik had echt een hele bol burrata verwacht. Van drie kwapjes. Nou, ik heb vis. Nee, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Nou. En de grootste, de verse. Ja. Daar ben ik very benieuwd. Ja. Nou, eet smakelijk. Nou, jongens. Zondag. Vandaag gaan we naar het Nico Simon concert voor Nina Birthday. Lukt dat? Was cadeautje. Wee! En we zijn nu op kort bij de McDonald's. Mango. Kijk even. Jammer dat ik geen stels kan. Is die lekker of niet? Ja, die is lekker. Ik proef bijna geen verschil met die stels. Ik ook niet. Ook niet heel. Gang, gang, gang. Oh, hij is wel echt grapefruit terecht. Ja? Oké, mini mukbang. Ze zien er niet helemaal gaar uit. Nee, heel slap. Oh, jongens, kijk die friet. Ze zien helemaal niet gaar uit. Zit er wel zout op. Die friet gaat wel heel hij is wel zout. Maar hou ik er wel mee van hoor. Man. Moet nog frietsaus hebben. Nuggets. Ja, die hebben we allemaal. Ja. En ik heb nog een chili saus nodig. Komt eraan, vrouw. Ik heb hier de achter. Nou, is het niet zo lekker? Nee. Waar de pounder? Dus ook honger. Ja. Nou. Ik moet nog een frietje frietsaus. Ik heb een frietsaus. Thanks. Het ziet er zo anders uit. En jullie hebben de nieuwe Greek stijl. Waar de fuck is die pitta dan? Waar is die saus dan? Het zit allemaal in het midden. Ze hebben gewoon in het midden van één hoopje gedaan. Ik weet niet waar al die saus vandaan. Maar alles met frietsaus maakt wel lekker. Even, hier ligt nog allemaal saus. Ja. Geen even wie het is. Ik heb nog een chili dip voor iemand. Waarvan? Voor die kaas. Zijn dat er twee? Ja.